Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars via internet, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee A.J. Droger uit Genemuiden. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Markus 8, de verzen 27 tot en met 38. De verkondiging zal vanuit het gelezen gedeelte worden gedaan met als thema Jezus is de leidende Christus. Fysieke collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is net als vanmorgen bestemd voor de stichting Samen Geloven. Deze stichting is bij ons bekend door de laagdrempelige en op niveau aangepaste diensten die zij verzorgen in de Oude Kerk op de Markt. U kunt uw bijdrage voor de kerk op de gebruikelijke wijze overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen Psalm 86, vers 6. Een psalm die afsluit met de woorden: Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Namens de Kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe. Gemeente, broeders en zusters, ook vanmiddag is onze hulp en onze verwachting in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Laten we opnieuw met elkaar zingen. En nu uit Psalm 62 en daarvan vers 1 en 5. Psalm 62, vers 1 en 5.
Ook aan het begin van deze nieuwe week beleiden we samen het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En vervolgens zingen wij Psalm 64, daarvan het tiende vers. Psalm 64, vers 10, nadat we het geloof hebben beleden. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden. Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere van hemel en aarde. Genadige God. Hoe groot bent U, de Heilige. Zo heel anders dan wij. Zo onvoorstelbaar veel groter dan wij. Heere, zo bent U, de grote God, Heere. En Uw grootheid, Heere, we bidden U dat U iets daarvan laat zien aan ons. Door dichtbij te komen, ook vanavond. Heere, Uw goedheid, Uw genade is aan alles te merken. En we bidden U dat we die ook op zullen merken. Heere, zoveel goeds van Uw kant voor ons. Zoveel dat we het vaak niet eens in de gaten hebben. Zoveel wat voor ons zo gewoon voelt. Maar wat bijzonder is, omdat het van U komt. Ook deze dag, deze week die U met ons beginnen wilt. Dat U ook vanavond ruimte maakt bij Uzelf voor ons. Dat het Uw verlangen is, Heer Jezus Christus, om in ons midden te zijn door Uw woord en door Uw geest. Dat U alles geven wilt wat wij nodig hebben, vanuit onszelf inderdaad missen.
Hoe groot dat verlangen van uw hart om uit te delen, om goed te doen, om onder ons te zijn. En we bidden u, wek in ons dan ook het verlangen naar u op, als antwoord op wie u bent. U Heer Jezus Christus, de lijdende Christus, de opgestane Christus. En we bidden dat u ons leven bent, dat u ons leven wordt, vandaag nog, als dat nog niet zo is. Dat het ook mag verdiepen, uw genade in ons leven, de kennis van u. Door alles wat we van u horen, door de weg ook die we achter u aangaan. En we bidden dat dat gebeurt, dat u dat zelf doet. Dat u ons in beweging zet, achter u aan. Ons ook gaande houdt op die weg. Als we het er zomaar bij laten zitten, wij. Heere, laat het goed zijn vanavond hier in de kerk en ook op de plaats waar we erbij zijn. Goed omdat u er bent. En om niets minder dan dat bidden we. Dat u grote dingen doet, Heilige Geest, ook vanavond onder ons, hier op deze plaats, in deze tijd, in deze dagen. Iets groots voor uzelf. Dat het om u gaat. Helemaal om u draait. Niet om ons, maar om u. En dat daarin alles wat wij nodig hebben meekomt. Heere, zegen ons als we spreken en luisteren. Sterk ons als we doen waar u ons toe roept en toe zendt. Inderdaad om uw woord te verkondigen. En dan ook om het te horen. Heer, u weet dat er zo heel gemakkelijk van alles bij ons in de weg zit. Om mee te doen. Om te luisteren, om echt te horen wat u zegt. En we bidden u, laat het alles wegvallen. Dat we er los van mogen raken. En dat ons hart, dat ons leven helemaal vrij raakt. Open voor u, omdat u dat doet bij ons. En Heere, dan bidden we, bescherm ons ook vanavond tegen uw grote tegenstander, Satan, als hij ook vandaag alles wat van u is in de war probeert te schoppen, kapot te maken, uit elkaar te trekken, zodat er verwijdering ontstaat tussen ons en u en ook tussen ons als mensen. Bescherm ons tegen hem, u Heer Jezus Christus, u die hem overwonnen hebt. En tegelijkertijd probeert hij nog zoveel als hij kan te verstoren. En daarom, geef hem geen gelegenheid onder ons vanavond. Heere, sterk ons. Wie we zijn en waar we ook zijn, hier in de kerk en thuis. Dat we mogen merken dat u heel dichtbij bent en komt. Ons op het oog hebt, ons aanspreekt. Ons meeneemt op die weg van u, Heere Jezus Christus. En dat we vol zullen zijn, vol zullen raken van uw geest, Heere. En dan zo ook de week ingaan, door u en met u. En ja, Heere, laat ons vanavond dan ook maar horen wat er bij ons mis is. Waar het op vast zit bij ons. Waar de belemmeringen zitten. Om u te zien zoals u bent, Heer Jezus. En om uw weg te gaan. Heer, doe het. Zoals we gebeden hebben, voor uzelf. Zodat alles om u gaat en alles ook uitloopt op de lofzang. Op u, zoals we ook al mochten beginnen. Met Psalm 86. Alle eer aan u, Heer, laat het beginnen met de aanbidding. En ook daar weer uitkomen. Bij de aanbidding. Op u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij bidden u dit alles. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Het woord van de Heere, waar we vanavond naar luisteren, komt uit het evangelie naar Marcus. Deze tweede zondag van de lijdenstijd luisteren wij naar Marcus 8 en daarvan vers 27 tot en met 38. Marcus 8, vers 27 tot en met 38, en daar laat Heer Jezus Christus ons horen wie Hij is. De lijdende Christus. En dat bevalt ons niet zomaar. Merk je ook bij Petrus, die er heel andere ideeën bij heeft. Bij wat het is om Christus te zijn, de Messias. Petrus die heel wat anders in gedachten had voor de Heere Jezus. En zouden wij het kunnen zijn. En dan gaat de Heer Jezus ons laten horen wie Hij is en de weg die Hij gaat. Laten we samen luisteren naar Marcus 8, vers 27 tot en met 38. En dan de tekst voor de verkondiging wordt gevormd door de versen 31 tot en met 33. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het de mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Voordat we luisteren naar de verkondiging, zullen we weer samen zingen. Laten we zingen uit Psalm 31 en daarvan vers 12 en 13. Psalm 31, vers 12 en 13.
Laten we na de preek zingen uit Psalm 2 en daarvan vers 1 en 7. Psalm 2, vers 1 en 7. Nadat we geluisterd hebben naar het woord van de Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Door de tijd heen zijn er al heel wat afbeeldingen gemaakt van de Heer Jezus. Allerlei schilderijen, allerlei tekeningen. En als je zo wat voorbeelden uit de verschillende tijden naast elkaar zou leggen en zou kijken hoe de Heer Jezus daarop afgebeeld is, wat zou je dan allemaal zien? Zou hier en daar wel wat op elkaar lijken, wat je ziet? En tegelijkertijd zou er ook een heleboel anders zijn. Waarom al die verschillen? Wel omdat als je de Heer Jezus afgebeeld ziet, dan zie je hem niet zoals hij is, zoals hij was. Want dat weten we helemaal niet, hoe hij eruit zag. Maar dan zie je hem als het ware door de ogen van de schilder, van de tekenaar. Zoals hij, zoals zij, de Heer Jezus voor zich ziet. En zo zie je hoe wij onszelf, de Heer Jezus, voor ons zien, bepaalt inderdaad wat we schilderen, wat we tekenen. Zo zie je hoe wij onszelf, de Heer Jezus, voor ons zien, zegt nog veel meer over ons dan over hem. Want wie is hij? Niet wie ik denk, wat ik wil, wat ik wens dat hij is, maar wat hij zelf over zichzelf zegt, wie hij is. En dat doet hij vanavond ook, vanuit zijn woord. Wil je ontdekken wie de Heer Jezus Christus is? En dat heb je nodig, dat hebt u nodig, wij. Omdat wij vanuit onszelf geen idee hebben wie hij is. Wij kennen hem niet vanuit onszelf. Als je wilt ontdekken wie de Heer Jezus Christus is, luister dan naar hem zelf. Want anders ontdek je niet echt wie hij is. Hij, de lijdende Christus. Want zo laat hij zich kennen, zo openbaart hij zich. Laat hij van zich horen, ook vanavond. Ik ben de lijdende Christus. En daarom is dat ook het thema voor de preek. Jezus is de lijdende Christus. Jezus is de lijdende Christus. Wie ben ik? Vraagt hij. De Heer Jezus vraagt het terwijl hij daar samen met zijn discipelen loopt. Ze gaan van dorp naar dorp. In de buurt van de berg Hermon zijn ze. Ze zijn in de buurt van de bron van de rivier de Jordaan. In de buurt van de stad Caesarea Philippi. Stad vernoemd naar de keizer in Rome. Ook vernoemd naar Philippus, een zoon van Herodes. Caesarea Philippi, een plaats waar lang geleden de Baal vereerd werd. En weer later nog die Griekse natuurgod Pan. En nu wordt daar de keizer vereerd als god. Als godenzoon. En daar loopt dan de Heer Jezus Christus. De zoon van God. De mensenzoon. En hij vraagt, wie ben ik? Nou, dat weten wij wel, zeggen de discipelen. De verhalen over u gaan rond. De mensen hebben het over u. En ze zijn onder de indruk van u. Wat een gezag heeft hij. Zoiets hebben we nog nooit gezien. En waar heeft hij dit allemaal vandaan? Die wijsheid en die krachten. Ja, de mensen zeggen het. Die Jezus van Nazareth, dat is niet zomaar iemand. Hij is een profeet, dat is een man van God.
En trouwens, is hij niet die ene Johannes? Die ene Johannes die altijd doopte bij de Jordaan. Ja, maar dat kan toch ook eigenlijk helemaal niet? Want die leeft toch helemaal niet meer? Zou het dan niet de grote profeet Elia zijn die teruggekomen is? Wat moet je zien? Wat er allemaal gebeurt, wat hij zegt en wat hij doet? Wie ben ik? Vraagt de Heere Jezus. U bent de Christus, zegt Petrus. Hij neemt weer even het voortouw en hij neemt het woord, zoals hij vaker doet, voor de rest. U bent de Christus. U bent veel meer dan een profeet. U bent de Messias. U bent de gezalfde van God. Want ja, dat betekent Christus. Christus, dat is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias. De gezalfde van God. Hij, ja, hij is het. Hij is die grote nakomeling van David, de beloofde troonopvolger van David. Dat bent u, zegt Petrus tegen de Heere Jezus. U bent diegene die het koninkrijk van God brengt. Want we zien het gebeuren, nu we met u erop uitgaan, nu u ons meeneemt. We horen u preken. De tijd is vervuld, mensen, en het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer u, keer je om naar mij, naar je schepper. En geloof dit goede nieuws. Die nieuwe wereld van God die hij beloofd heeft, die is aanstaande, die komt, die breekt door. Hier bij mij, zegt de Heer Jezus Christus. We zien het gebeuren, zegt Petrus. We horen u preken. En we zien u demonen uitdrijven. We zien u zieken genezen. We zien u doden opwekken. U bent de Christus, dat kan niet anders. Inderdaad, dat ben ik, zegt de Heer Jezus. Dat bedoelt hij, ja. Hij zegt dat niet met zoveel woorden. Maar dat ben ik. Maar houd je mond erover. Zeg het tegen niemand. Waarom niet? Maar dat is apart. Vind je dat niet apart? Dat moet toch iedereen horen? Dit, de Heer Jezus, hij is de Christus, hij is de Zoon van God. Dat moet iedereen horen, toch? Nee, zegt Jezus, nog niet. Want het is nog te vroeg. Jullie kennen mij nog niet goed genoeg. En tot nu toe is het misschien voor je gevoel allemaal mooi, allemaal geweldig, is het fijn als je ziet wat ik allemaal doe. Ik maak mensen beter, ik genees hen, ik wek doden op. Het is allemaal voor je gevoel misschien wel in één rechte lijn omhoog, zo dat koninkrijk. Maar er is nog iets. En nee, niet iets. Maar wat ik bedoel, dat hoort er ook helemaal bij. Bij alles wat jullie tot nu toe van mij gezien en gehoord hebben. Ik moet veel lijden. En verworpen worden. Door de oudsten van ons volk. Door de overpriesters, door de schriftgeleerden, door de leiders van ons volk, door het Sanhedrin. Zij zullen mij uit de weg ruimen. Het is de eerste keer dat de Heer Jezus dat zo zegt tegen zijn discipelen in Marcus. Dat gaat er gebeuren. En daarom, noem mij niet de Messias als je onder de mensen bent. Want anders zullen ze niet echt weten wie ik ben. Als ze het alleen doen met wat er tot nu toe geweest is, dan krijgen ze maar een half beeld van mij.
En dan zullen ze niet ontdekken dat ik de lijdende Christus ben. Hier in Marcus 8 zit je als het ware op een scharnierpunt. Een scharnierpunt in het evangelie naar Marcus. Tot nu toe heeft Marcus ons verteld wat de Heer Jezus allemaal doet in Galilea en de gebieden daaromheen. En dan vanaf nu gaat het naar Jeruzalem, gaat het naar Golgotha, gaat het naar het kruis toe. Hier, op dit scharnierpunt. En dan gaat de Heer Jezus, hij zegt het. Dat koninkrijk waar je al van alles van hebt zien doorbreken, al iets van hebt zien gebeuren, dat koninkrijk, dat is er niet zonder het kruis. En wat de discipelen zo hier in Marcus 8 niet weten op een manier zoals wij dat wel weten nu. Midden in dat koninkrijk van God staat dat kruis van Golgotha. En rondom dat kruis gebeurt het koninkrijk. Want dat koninkrijk is er niet zonder het kruis. Als u dat hoort, als je dat hoort, weer hoort vanavond, wat doet dat met je? Hoe raakt dat jou? Het koninkrijk is er niet zonder het kruis. Petrus weet het wel. En het bevalt hem helemaal niks. Nee. Want hij loopt naar de Heer Jezus toe en hij zegt, komt u eens even met mij mee. En dan gaat Petrus, gaat hij zo voor de Heer Jezus staan. Wat zegt u nu allemaal? Maar dit gaat niet gebeuren. Dit is niet iets voor de Christus, dit is niet iets voor de Messias, om te lijden, om verworpen te worden, geen sprake van. Zo zie ik het niet voor me. Ziet u zo de Heere Jezus voor u? Jij dan, zie jij zo de Heere Jezus voor je als de lijdende Christus? Nou, laten we eerlijk zijn, toch? Vanuit onszelf ligt dat ons helemaal niet. Nee. Zo stellen we ons hem niet voor. Nou, sterker nog, wat zeg ik? Sterker nog, vanuit onszelf stellen we helemaal niks bij de Heere Jezus voor. Wel nee, hij stelt mij helemaal niets voor, heel diep van binnen. Hebben we niets met hem? Kennen we hem niet? Willen we dat niet eens? Als de Heer Jezus er niet op uit zou gaan, zoals hij hier ook doet. Als hij niet voorbij zou komen. Als hij niet zou zeggen, volg mij. Als de Heer Jezus niets van zich zou laten horen, niets van zich zou laten zien. Zouden wij nooit wat in hem zien. En daarom gaat hij erop uit. En daarom komt hij voorbij. En daarom begint hij te onderwijzen. Ja, iedere keer weer laat hij iets van zich horen, ook vanavond. Het is bijzonder. Of voelt dat gewoon heel gewoon, hè, dat je hier zit. Dat u thuis zit. Heel gewoon, toch? En daarom zo bijzonder. Dat de Heer Jezus iets van zich laat horen. En dat je mag ontdekken wie die is. Ja, en dan begint hij te onderwijzen. En dan is hij heel erg scherp. Ja, ook dat. Ze heel eerlijk.
Tegen Petrus ook. Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar de dingen van de mensen. Petrus, wat je nu doet, wat je nu zegt, oh, je hebt het niet eens in de gaten. Maar dat is niet van God, dat is van jezelf. En zonder dat je het misschien in de gaten hebt, speel je hiermee mijn grote tegenstander Satan in de kaart. Zonder dat je misschien zelf in de gaten hebt, zonder dat je misschien zo bedoelt. Speel je met hem onder één hoedje. En Petrus, misschien wel goed bedoeld, sta je mij in de weg. Want wat je nu zegt en wat je nu wilt, dat is wat Satan graag wil. Dat ik niet lijden zal, nooit. En dat ik niet verworpen zal worden. Dat ik niet gedood zal worden. En dat ik dan ook niet zal opstaan, nee. En dat het zo allemaal waar we nu mee bezig zijn, dat het straks allemaal uitloopt op helemaal niks. Geen kruis. En dan ook geen koninkrijk. Nooit. Je weet niet wat je zegt, Petrus. Dat is wat? Als de Heer Jezus je zo aanspreekt, zo bestraft, zo terecht wijst. Zo waar iedereen bij is. Want ja, Petrus neemt de Heer Jezus apart. Maar de Heer Jezus reageert op Petrus waar de rest bij is. Bij de andere discipelen, die zijn erbij. Dat is wat als de Heer Jezus dat zo doet. Ik dacht bij mezelf van de week toen ik zo met de preek bezig was. Als de Heer Jezus iets tegen ons zegt, tegen mij zegt, nou, dan word ik graag bemoedigd. En dan word ik graag geholpen. Dan word ik graag gesteund door wat hij zegt. Dat ik weer verder kan. Als de Heer Jezus iets tegen ons zegt, nou, dan hoor ik graag dat ik heel goed bezig ben. Maar bestraft worden, terecht gewezen, tegengesproken, omdat ik ernaast zit, omdat ik niet zo goed bezig ben als ik dacht. Nee, dat wil ik helemaal niet. U dan? Wil jij dat? Laat u zich zo wel eens terecht wijzen door de Heer Jezus. En u, ja, door iets wat je hoort hier op zondag in de kerk, vanuit het woord. Of iets door de week, wat je hoort, wat je leest, uit het woord. Laat je jezelf dan wel eens tegenspreken door het woord. Door de Heer Jezus, dat hij het mag zeggen. Ja, maar wacht, zo gaat het niet de goede kant op. Met waar je nu mee bezig bent, wat je nu allemaal denkt, wat er misschien ook wel zo uitkomt. Dat staat mijn koninkrijk in de weg. En mij. Nee, dat voelt niet fijn. Helemaal niet. Als hij dat doet. En zo'n terechtwijzing, dat voelt misschien wel als een afwijzing. En toch is dat het niet. Nee. De Heer Jezus zegt niet, ik wijs je af, maar ik wijs je je plek, je plaats. Niet voor mij, nee, want dan sta je me helemaal in de weg, maar achter mij. Want als jij voor me staat, dan kan ik je niet beschermen tegen Satan. En dan heeft hij je zomaar te pakken. En dan komt er zomaar iets uit wat hem goed uitkomt, maar wat niet van God is.
En daarom moet je niet voor mij gaan staan, maar ga achter mij. Want daar, achter mij, zegt de Heer Jezus, daar ben je veilig. Want dan sta je niet aan zijn kant, maar aan mijn kant. Ongelooflijk, hè? Als je Petrus zo hoort. Het ene moment beleid je de Heer Jezus als de Christus. En het andere moment ben je helemaal van je plek af. En lijkt het nergens op. Zo gaat het, toch? Zo gaat dat, zo werkt dat bij ons. En zo botsen dat oude en dat nieuwe. Zo botsen die oude en die nieuwe mens keihard tegen elkaar. En dan kom je er weer pijnlijk achter. Oh, er is zo gemakkelijk bij mij nog. Er is nog zoveel bij mezelf wat in de weg zit, wat van hem is. Al mijn eigen gedachten ook, die niet de gedachten van God zijn. En al die gedachten inderdaad ook, die door je heen kunnen gaan. Als het over de lijdende Christus gaat. En misschien gaat het wel door je hoofd, door uw hoofd. Ja, zo'n lijdende Christus. Ja, daar kan ik toch ook helemaal niet mee aankomen bij de mensen. Als we erop uitgaan, als we willen getuigen van wie de Heer Jezus Christus is, dan kan ik toch niet met zo'n dwaas verhaal aankomen van een lijdende Christus die gekruisigd is. En een dwaas verhaal, als de mensen dat horen, dan denken ze, ja, nee, dat hoeft niet. Of misschien gaat het ook wel door uzelf heen, door jou. Dat je zegt, zo'n lijdende Christus. Wat moet ik daar nou zelf mee? Ja, dat koninkrijk, ja, dat vind ik wel mooi. Geef mij maar het koninkrijk, maar niet het kruis. Geef mij maar het leven, maar niet het lijden. Geef mij maar het mooie in het geloof, maar niet het moeilijke, nee. Maar zegt de Heer Jezus, op die manier heb je maar een half beeld van mij. Dan zie je mij maar half. En dan zie je niet zoals ik echt ben. Maar dan zie je mij eigenlijk, nou, zoals je graag zelf ziet, dat ik ben. Maar dan zie je maar de helft. En aan de helft van mij heb je niet genoeg. Want met een halve Christus kun je de dood niet tegemoet. Met een halve Christus kun je niet op de eeuwigheid aan. U, jij hebt mij helemaal nodig. Ik altijd weer groter dan je dacht. Ik, Jezus Christus, de kracht, de wijsheid van God. Ik ben de lijdende Christus. En dat is wat God bedenkt. Dat is naar zijn eeuwige raad. Zijn raad die zoveel hoger gaat dan die van jullie mensen. En daarom moet ik veel lijden en verworpen worden. Heel mijn levensweg is een lijdensweg. En die weg ga ik van de kribbe naar het kruis. Want zo is het naar de schriften. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Ook als de lijdende knecht van de Heere. Denk maar eens aan de profetieën van Jesaja bijvoorbeeld. Ik ben de lijdende knecht van de Heere. Ik ben de lijdende Christus. Want zo is het naar de wil van mijn hemelse Vader. Dat het koninkrijk komt rond het kruis. Zo heeft mijn Vader het bedacht.
Door mijn verwerping, inderdaad, door mijn verwerping, door het Joodse Sanhedrin, door de Joodse raad. Op die manier gaat het naar Golgotha. En daar reken ik af met de zonde, met de schuld, met kwaad. Daar, aan het kruis, daar word ik niet overwonnen. Maar daar ben ik de overwinnaar. En daar op Golgotha breek ik alle vijandschap door mezelf te laten breken door vijanden. En op dat moment, als mijn grote vijand Satan denkt, en nu heb ik hem voorgoed te pakken. En nu slok ik hem helemaal op. En is het voorbij met dat koninkrijk. Dan zal die merken dat ik groter ben. En dat het allemaal mislukt is. Wat hij voor ogen had. En overwin ik hem. Daar. Op Golgotha. Zal ik zijn macht voor eens en voor altijd breken. En dan zal zijn ondergang beginnen. En daarom moet ik veel lijden. En ik ga mijn leven, ga ik verliezen. Om het te behouden. En niet alleen mijn eigen leven. Het leven van velen. Want als ik zo mijn leven geef, dan geef ik mijn ziel, dan geef ik mijn leven, dan geef ik mijzelf als een losprijs voor velen. Zo zegt de Heer Jezus het iets verderop. In Marcus 10, vers 45. Want ik zal mijn ziel, ik zal mijn leven, ik zal mijzelf geven als een losprijs. Voor velen. Daarom heeft de Heer Jezus het ook daarover, hier in Marcus 8, vers 37, als een losprijs. Ik moet veel lijden om u los te maken, om jou los te kopen. Los te kopen, ja, uit dat zondige mensengeslacht. Zoals je een gevangene vrijkoopt. En ik zelf ben het losgeld. Ik laat mij binden. In Gethsemane. Om u te ontbinden. En om jou los te maken. Uit die strik. Uit de greep van de zonde. Waar je zo middenin zit. Maar waar je niet zelf uitkomt. Ik geef mijzelf om u, om jou los te maken. Van iedere keer weer dat bedenken wat van mensen is, maar niet van God. En daarom moet ik lijden. Zonder lijden geen losprijs. Zonder mijn lijden is het voor u, voor jou, voor eeuwig verloren. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, koopt niemand je vrij. Blijf je gebonden. Misschien wel zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Je gebonden in het leven. Ja, voor wie? Voor jezelf. Ten diepste voor jezelf. En niet voor je schepper. Blijf je erin vast. Blijf je in een kringetje om jezelf heen draaien. Blijf je inderdaad vastzitten. In dat leventje waar het misschien wel geweldig lijkt. En met je leven, met alles erop en eraan. Alles wat je hartje begeert. En de mensen zeggen, en die heeft het voor elkaar. Moet je eens kijken. Naar het denken van de mensen inderdaad een topleven.
maar in de ogen van de Heere verloren. En daarom verloochen ik mijzelf, zegt de Heere Jezus. Neem ik mijn kruis op en volg ik de weg van mijn Vader. En dat doe ik niet alleen omdat het moet, maar omdat ik het wil. Ik wil het, ik doe het vrijwillig. Want ik bedenk wat van God is en niet van de mensen. En ik laat mij ook niet leiden door de wensen van mensen. Want ik hoef niet te voldoen aan de verwachtingen van mensen. En ik hoef niet te voldoen aan de ideeën van mensen. Maar ik ben wie mijn Vader wil dat ik ben. En wat Hij wil, dat doe ik. En dat doe ik voor 100%. En daarom ben ik de lijdende Christus. En zo laat Hij zich vanavond verkondigen. Hier aan ons. Vanavond, vrijuit, voluit, spreken we over Hem in deze tijd. Mag het, moet het, ja. En vanavond vraagt Hij het aan u. En vanavond vraagt Hij het aan jou. Wie ben ik? Wie zegt u nu? En wie zeg jij nu wie ik ben? Wie ben ik nu voor jou? Wie ben ik nu voor u? Geworden? Aan het worden? Ja, aan het worden, ja. Want daar heb je je leven lang voor nodig. Wie is de Heere Jezus nu voor je aan het worden? Als u het bij uzelf merkt. Als jij het, jonge mensen, luister. Als je het bij jezelf merkt. Ja, Hij, de Heere Jezus. Ik merk het bij mezelf. Hij wordt belangrijker voor me. Ik merk het. Hij trekt mijn aandacht iedere keer weer. En Hij laat me niet los. Nee. Ook al probeer ik het misschien zelf allemaal te laten gaan, maar Hij laat me niet los. Als u dat merkt, als je dat bij jezelf merkt, hè, dat verlangen. Verlangen om Hem meer te leren kennen. Als je bij jezelf merkt dat verlangen naar verdieping. Meer te ontdekken van wie de Heer Jezus Christus is. Het verlangen merkt om Hem gaandeweg, ja, met alle lek en gebrek. Met vallen en opstaan, om Hem te volgen, om Hem te gehoorzamen. Als je dat bij jezelf merkt. Ja, ik begin het meer en meer te beseffen. Ik heb u nodig, Heere. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Want dat komt niet bij jezelf op. Nee. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. De Geest van Christus. Dat Hij dat bij u, bij jou, zo in je hart legt. En het er ook uit laat komen. Die geloofsbelijdenis. Heere Jezus, u bent de Christus. Ja, de lijdende Christus. Door mij. Door wat ik ervan gemaakt heb. Door mij. En dan door het geloof ook voor mij. En daarom bidden we het. In deze lijdenstijd, deze week op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, bidden we: Heere Jezus Christus, leer me luisteren naar u, naar wat u zegt over uzelf, zodat ik meer en meer nog weer ontdek wie u bent, hoe groot. Leer mij u te volgen.
en bescherm mij onderweg tegen uw grote vijand Satan. Bescherm mij tegen hem, zodat ik u, Heere Jezus, niet in de weg loop. Maar dat ik achter u ben. En dat ik uw werk niet in gevaar breng. Nee, Heere Jezus, laat de weg van uw lijden voor mij de weg naar het leven zijn. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere Jezus Christus, Zoon van God. U die zich laat kennen als de lijdende Christus. We bidden u, laat uzelf aan ons meer en meer kennen. Ook in deze tijd, deze lijdenstijd, deze weken waarin we op weg zijn naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Dan bidden we u dat u in die weken steeds meer ook van uzelf laat zien aan ons en laat horen. Horen vanuit uw woord, hier op deze plaats en op allerlei andere plaatsen en momenten in de week. En dat we dan mogen merken dat u leeft,
nu dat u er bent en dat u dichtbij komt. En leer ons dan om u te volgen. Ook dat hebben we gelezen in uw woord. Wat er komt, de leidende Christus, dat betekent ook een leidende Christen. Heer Jezus, leer ons om die weg van u te willen gaan. Omdat u alles gaf, uzelf, voor zondaren. Dat u uzelf zo wilde geven voor mensen zoals wij. Dan bidden we, Heer Jezus, dat het voor ons is. Dat u ons inwint voor u. Dat we ons gewonnen geven aan u. Dat u ons losmaakt, loskoopt uit alles waarin we verstrikt zitten, gebonden zijn en wat in de weg zit. Om die mensen te zijn zoals u ons bedoeld hebt. Heere Jezus, hoe groot dat u uw leven gaf om ons te verlossen van zonde, van schuld. Van alles wat er is door ons toedoen tussen u en ons in. En alles wat wij ervan gemaakt hebben in deze wereld. Heer Jezus, leer ons zicht hebben op het kruis. Midden in het koninkrijk. En dat we zo ook door deze wereld zullen gaan. Getuigend van u, van uw koninkrijk. En het kruis. En van het leven. Dat u daar verworven hebt. Want dat is wat we nodig hebben. Dat is waar deze wereld naar snakt, Heere. Naar uw verlossing, naar uw heil. Ja, we snakken ernaar, maar we zoeken het op de verkeerde plaatsen. Dat is onze ellende ook. Heere Jezus, laat uw woord door ons heen de wereld ingaan en doorgaan. Dat u alle dingen nieuw maakt. Dat uw koninkrijk aan het doorbreken is en er straks volmaakt is. Uw schepping die zucht om verlossing, verlangt naar verlossing. Heren, we bidden dat we in deze tijd voorproefjes mogen ontvangen van u. Van dat nieuwe, wat heen wijst, vooruit wijst, naar wat komt. Dat uw schepping heel zal zijn. Heren, we bidden voor alle mensen in deze wereld. U kent hen. U weet wat zij nodig hebben. En we bidden u dat u het hen geeft. En boven alles, het eeuwige leven. Heren, laat uw koninkrijk komen. Uw vrede. Want wat is er een chaos. Wat is er zoveel kapot. Heren Jezus, kom. Om te herstellen. En laat ons vredestichters zijn. Onderweg naar die toekomst van u. En we bidden u om mensen. Die ons daar ook in voor zullen gaan. Heere, vanmiddag bidden we ook om mensen die ons zullen leiden. Ook in dit land. We bidden u voor onze overheid. We bidden u voor het koningshuis. We bidden voor al die mensen op al die verschillende plaatsen die geroepen zijn om te besturen. En Heren, dan bidden we om mensen die dat kunnen. Die de wijsheid van u ontvangen. De liefde ook. Om het goede te zoeken voor mensen. We bidden u, geef ons hen. En Heren, als wij die mensen zijn door u geroepen op welke plaats dan ook om leiding te geven. Sterk ons door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat we gebonden aan uw woord en verbonden met u, Heere Jezus Christus, dat mogen doen waar we toe geroepen worden. Met alle uitdagingen, met alle kwesties waar we mee te maken hebben. Met alle botsende belangen, Heere, we bidden u, geef ons liefde en leer ons om samen te leven, ook in dit land, want we merken aan elkaar en bij onszelf dat dat steeds lastiger lijkt te worden.
Daarom, Heere, doe zelf iets goeds onder ons. Op al die plaatsen waar we ook deze week zullen zijn, dan bidden we dat u ons laat zien, Heer Jezus, hoe we de mensen kunnen dienen, hoe we ze zullen liefhebben en hoe we daardoorheen iets van u mogen uitdelen. Geef ons daarvoor de moed, de vrijmoedigheid, uw geest in ons leven. Wek ons op, Heilige Geest, zodat we vol zullen zijn van u en dat dat te merken mag zijn aan ons. Heere, we bidden vanmiddag ook voor onze vervolgde broeders en zusters. Waar dan ook in deze wereld. U kent hen. Zij die zoveel meer dan wij weten, waar u het zelf over had, Heere Jezus, u te volgen en het kruis op te nemen. We bidden u, sterk hen. Til hen op als zij gevallen zijn. Geef hen de kracht om vol te houden. En Heer, hoe groot is het dat u juist daardoorheen uw kerk aan het bouwen bent, door het lijden heen. Dat we die getuigenissen mogen horen. En we bidden u dat de kerk, uw kerk, mag groeien in deze wereld, die ene, veelkleurige wereldwijde gemeente van u. Er mensen bij mogen komen, ook in deze nieuwe week. En dat we mogen groeien in u, Heere Jezus, in het geloof, in de hoop en in de liefde. Ook dichtbij. Ja, ook dichtbij. Als we die ene kerk van u, Heere Jezus Christus, zijn, leer ons om dat dan ook uit te leven. Dat dat aan ons te merken mag zijn. En dan moeten we vanmiddag ook beschaamd zeggen dat we er zo'n puinhoop ook van weten te maken. Als mensen, als volgelingen van u, Heere Jezus, van uw kerk. En we bidden u, vergeef ons. Heel ons. En laat ons zien hoe we onze weg als uw kerk zullen gaan. Ook met elkaar. Leid ons door uw woord, door uw geest in de eenheid en in de waarheid van uzelf. Heer, we bidden u voor de week die zo voor ons ligt, die begonnen is vandaag. Wat zal er zijn? U weet het. En we bidden u, leid ons. Draag ons en geef ons voor iedere dag genoeg voor die dag. Dat de dingen die wachten zullen kunnen, samen met u, als we bezig zullen zijn, thuis, als we aan het werk zullen zijn. Als we misschien deze week toch ook nog voor school bezig zullen zijn of onze opleiding. Als we misschien deze week ook stage lopen. Maar ook als het een week van vakantie is. Heere, ontferm u in alle dingen over ons. En help ons in het gewone leven van iedere dag te doen wat u belangrijk vindt. En help ons als er ook altijd weer bij de dingen van het leven de keuzes te maken zijn. Allerlei dingen waar we ook tegenaan lopen. Dat we moeten wikken en wegen. En wat soms ook gewoon niet weten. Leid ons dan. Dat we het goede zullen doen door u. Heer, we bidden ook voor alles wat er de komende week in de gemeente zal zijn. U weet dat. Laat het alles zijn voor u. En bouw ons daardoor op. En laten we de talenten die we van u ontvangen hebben mogen gebruiken. Om elkaar te dienen. Ja, bovenal u. En dat u door ons heen werkt. En als u ons roept, Heere, voor een taak in uw kerk, in uw koninkrijk, zegen ons werk. Leid ons, Heilige Geest. We bidden ook vanmiddag voor degenen die in overweging hebben hun verkiezing tot ambtsdrager. Heer Jezus Christus, leid hen dan daarin. Laat hen ook merken wat u voor hen op het oog hebt. En dat ze dat dan ook mogen laten horen aan ons. Heere, denk zo aan ons als uw kerk
vandaag, op deze plaats. Laat de verkondiging van uw woord door uw dienaren, ook op deze plaats, tot zegen zijn. Heere, wees met hen. Met hen gezin, alle die bij hen horen. Anderen die geroepen zijn ook om te dienen in uw kerk en in uw koninkrijk. Dat u ons daarin gebruikt. Ons in uw dienst neemt en hebt. Tot op de dag dat u komt. En alle dingen nieuw zult maken, Heere Jezus Christus. Dank u wel voor al uw goede gaven van deze zondag. Heere, onverdiend van onze kant. Hoe groot bent u dat u maar blijft uitdelen aan zondaren. En u zelf zo laat kennen. Vergeef ons wat zo in de dienst of daaromheen niet goed was. In uw oog. Ja, Heere, hoor ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want in uw naam bidden wij, Heere Jezus. U, de lijdende Christus, de opgestane Christus. U, die zit aan de rechterhand van uw Vader en daar voor ons bidt. U die komt om alle dingen nieuw te maken, Heere Jezus Christus. Vervul ons met verlangen daarnaar. En vervul dat verlangen. We bidden u, Heere Jezus Christus, kom spoedig. Amen. Uw gaven zullen worden ingezameld en we zingen ook vervolgens onze slotzang uit de avondzang. Een lied wat ook gericht is aan de Heer Jezus Christus. De avondzang, vers 1, 5 en 6.
Broeders en zusters, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere om elkaar ook tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.